Henny Torenvliet, we zitten in de Groenert Hall bij de Rolling Stones. Niet te verwarren met het popconcert. Jullie doen aan bowls. Wat is bowls? Indoor bowls. Wij spelen indoor bowls op lange groene matten. Die zijn oprolbaar, 30 meter lang en 4 meter breed. Daar hebben we ovalen, dat zijn net edamme kaarsjes. Ja, en die zijn dus niet rond. En als je die gaat rollen, niet gooien, maar rollen, ja, dan als ze in snelheid afnemen, dan gaan ze curven. En achter op de mat ligt dan een wit of een geel balletje. En dat is een jack. En daar moet je bal terechtkomen. Vergelijken de mensen het vaak met jeu de boule? Ja, qua spelregels is het jeu de boule. En het is ook curling, ja. En zo heb je een heleboel van die spelletjes die een beetje vergelijkbaar zijn. Wat kan je zeggen van de vereniging qua leden, qua aanwas? Dat is een hele periode nu natuurlijk. We bestaan 25 jaar. En in die 25 jaar hebben we de eerste, 15 jaar behoorlijk aantal leden erbij gekregen steeds. Maar die senioren die toen kwamen, die werden maar ouder en ouder. En nu zitten we in de neergang. Vandaar dus even de publiciteit. Tot welke leeftijd kan je spelen? Ons oudste lid, en dat is onze penningmeester, en die is 90. Ja. Dus ja, het kan, zolang je een beetje fit blijft, kan dat natuurlijk wel. Nou wil de gemeente Schiedam dat iedereen gaat sporten, veel gaat sporten. Jullie zitten hier in de Groenert Hall. Heeft dat met die gemeente Schiedam te maken dat zij dat voor jullie regelen? Maar nu de leden aanwas, ja, dat moeten we nu meer hebben van de reclame. En daardoor worden we sinds kort ondersteund door Rotterdam Support. Waar komen al die tegenstanders vandaan uit den landen? Hier op dit toernooi zijn ze vooral uit de regio. De verste komen uit Nijmegen. En de anderen zijn Papendrecht, Dordrecht, Rotterdam. Dat is het zo'n beetje. Ja. Nou, dan even de bekende pijnlijke vraag. Mensen zeggen, nou, is dat nou sport? Is dat nou heel erg inspannend? Leg jij maar uit dat het best inspannend is. Ja, als je het natuurlijk maar één wedstrijd doet, dan is het niet zo. Maar we zijn natuurlijk een paar uur achter elkaar bezig. Nou, het is bukken, je bal oprapen, gooien. Later moet je weer oprapen. Dus, en je loopt heen en weer. He, naar achteren, die 30 meter. En als je zo een paar uur bezig bent en de sfeer in een sporthal, je krijgt toch altijd dorst, vind ik. He, het is allemaal wat droger. Hoe belangrijk is trouwens het sociale gedeelte van deze sport? Dat is hartstikke belangrijk. Ja, het zijn natuurlijk allemaal, tenminste de meeste zijn de 65 gepasseerd. En die hebben geen werk meer. En die komen gezellig buurten. Ja, nee, het sociale is heel erg belangrijk. Nou, dan tenslotte, waar deze uitzending ook een beetje voor bedoeld is, de publiciteit, de PR. Hoe kunnen de mensen lid worden bij jullie? Wat moeten ze daarvoor doen? Nou, ze kunnen altijd op woensdagochtend vanaf 9:30 tot 13:30 hier komen kijken. Hebben ze de belangstelling voor, dan kunnen ze helemaal gratis 4 weken meespelen. Dan kunnen ze wegwijs gemaakt worden hoe alles in elkaar steekt. En als ze het dan leuk vinden, kunnen ze gewoon lid worden.